Uit. Verder met twee ploegen die vooral thuis erg sterk zijn. Vitesse en Roda JC. En daarbij is Vitesse vanavond in het voordeel, want deze wedstrijd wordt gespeeld in de Gelredome. En daar behaalden de Arnhemmers 6 van de 7 punten tot dusver. Ja, Roda JC is buiten Kerkrade tot dusver weinig succesvol. 2 wedstrijden gespeeld, 2 keer dik verloren. Maar wellicht is er wat vertrouwen. Dit is wel prima. Pruppen die de ruimte maakt. En dan het schot in het zijnet van Alexander Butter. Eerste gevaar van Vitesse. Het is allemaal nog even aftasten, maar dit leek er wel op. Elftal van Vitesse, iets meer dan 21 jaar gemiddeld. Dat is wel heel jong. Hoe ver zijn ze nu al? Kasia, de captain van de Heide, wilde diep. Ruimte bij Davila, de debutant Mexicaan. Groot talent. Hier legt hij de bal goed terug. Schot van Van Ginkel. En dan de afzwaaien van Anan. Maar Vitesse heeft aanvallende ideeën met dit bijna junior elftal. Donald, Jonker zoekt dan de bal. Kalas verslikt zich. Dat is niet handig. Butner, attent. Flederis, Jonker. Voet voor de goal en daar is het bijna raak. Eerste mogelijkheid voor Roda van Mitchell Donald. Van Ginkel. Prupper. Niemand op links. Dat is de rol van Butner. Want Davila, de Mexicaan, is geen linkerspits. Hij is een aanvallende middenvelder. Butner, niet onaardig. Sterker nog, de bal toucheert de lat nog. Kiszczek wist eigenlijk niet wat hij met die bal van Butner aan moest. Sucuin. Komt er prima uit tegen 2 tegenstanders. Vormer gaat diep. Vormer. En de redding van Piet Veldhuizen. Hier was Vormer er vandoor. Ook tegen Twente. En toen succesvol. En nu bijna. Anan. Kan zelf gaan en kan schieten. Anan. Waarom niet? Anan. Het is een wedstrijd om eigenlijk de krant bij te lezen. En dan af en toe eens opkijken wat er op het veld gebeurt. Want dat is minimaal. Prupper. En niemand aan de flank nu. Chanturia moet Prupper aanspelen. Nou, schiet zelf. Kiszczek is dan verrast. En krijgt dan hulp van Montaigne. Het leek eigenlijk de slechtste oplossing schieten. Want er lag best ruimte aan de rechterkant. Maar hij doet het wel en raakt hem blijkbaar met zoveel curve. Dat Kiszczek het allemaal niet ziet. Kasia Anan. Die moet eigenlijk gewoon doorlopen. Anthony Anan. Dat is aardig gedaan. Yasuda. Dan een goede voorzet. En daar komt hij. En dat is een doelpunt. Kijk, als er dan een hoogtepunt is, dan is het ook een geweldig hoogtepunt. De goal van Marco van Ginkel. Het is een slimmerik, die middenvelder eigenlijk, van Jong Oranje. En van Vitesse nu weer in de spits, waar hij wel vaker staat. Als het echt nodig is. Ja, het is geweldig. Prachtige goal met de hak van Van Ginkel. Het maakt eigenlijk alles goed. 54 minuten lang was het niet om aan te zien. Wat Vitesse deed en wat Roda deed, was het saaier dan saai. Maar oké, deze is maar binnen. 1-0 Marco Van Ginkel. Yasuda. Dat is goed. Chanturia moet dan hem uitspelen. Is er voorbij. Maar nu. Doet hij goed, snel en dan toch uiteindelijk afronden met zijn rechter. Ja, het is een pareltje. Moet natuurlijk nog groeien. Maar daar gaan we nog wat van zien in zijn carrière. Prupper, die brengt er wat rust in het spel. Van Ginkel aardig aan. Prupper, dat ziet er goed uit, zegt Prupper. Nou, ga zelf dan door. Prupper met zijn linker. En dan geblokkeerd door Hemten. Een van de beste aanvallen uit de wedstrijd. Van Ginkel en Prupper. Die twee jonkies, die eigen kweekspelers, gingen notabene samen op vakantie. En ook samen nu bijna richting 2-0. Bijna Pluim. Opgepast door Kalas. Het spel ligt nu een beetje open. En dat biedt mogelijkheden voor Kasia. Ja! Ongelooflijk! 2-0. Die centrale verdediger loopt er zomaar doorheen. En verbazingwekkend maakt hij de 2-0.
verdedigend sowieso heeft hij het aardig voor elkaar achterin. Maar hier via de kluts, ja, dan blijft hij rustig. En dan mag je aannemen met 20 minuten te spelen dat er niet veel meer aan de hand is voor het thuisteam. Chanturia gaat zelf die... Oh, wat een goal! Georgi Chanturia. Wat een ontzettende knal, zeg. Chanturia. Super, super, super talent. Speelde niet voor niks al een jaartje bij Barcelona. Daar kan Vitesse nog wel heel veel lol van hebben. 3-0. Dan gaat het ineens snel in de tweede helft. En zijn de goals prachtig, terwijl het voetbal heel lang eigenlijk heel vervelend was. Chanturia. Leek even de bal kwijt. Hemd tuinde er ook in. Dus oppassen. Met die junior. Yasuda. In een stevige ontklemming. Kijk eens. Oh, nu durft hij alles. Kijk eens. 2-3 man op rij voorbij. En dan een penalty. Die bal was die in de 16 meter. Assistent scheidsrechter zegt van wel. En ook nog geel. Voor Vormer. En dan 11 meter. De voetbalshow van Chanturia. 1, 2, 3. Vormer dan met twee benen erin. Inderdaad, binnen de 16. Penalty. Alexander Büttner. En dat is 4. En dan is het zowaar feest in Arnhem. Het heeft lang geduurd. Ja, 4-0 is dan wel weer een uitslag. Komt dit Vitesse wel heel goed uit. Ten slotte is de opdracht Europees voetbal. Van Ginkel. Prupper. Komt er nog meer voor Vitesse? Ja, van dichtbij is dat raak. Dat zijn er 5. Jenner. Met dank aan, want het is een kwestie van een inloopgoal. Maar ja, de mooiste hebben we natuurlijk al gezien. Maar de aanval was prima. Jenner, invaller, maakt de 5e. Ja, Hemd, ja, dat kan je gebeuren tegen deze wonderjongen. Gaat hij nog even door? Nee, hij kwam niet helemaal goed uit. Maar de tweede helft is hij helemaal los. Chanturia. Van 0-0 naar 5-0 in de tweede helft. Dat is een knappe prestatie van Vitesse. Het zag er lang niet naar uit. Maar als ze helemaal los zijn, kunnen ze prima voetballen. Die jonge spelers van John van der Brom. En Roda gaat eigenlijk wel met de staart tussen de benen terug naar Kerkrade met zo'n nederlaag. Ja, maar een voetbalshow in de tweede helft van Vitesse in de Gelredome. Met schitterende doelpunten van Marco van Ginkel. En ook die ene mocht er wezen van Gio Chanturia. Maybe today I score best goal in my life, but I don't know. I don't care if I score goal or not. For me, it's important if Vitesse win, Vitesse take 3 points. And that's why we take 3 points, and so I am so happy today. Wat was de mooiste goal? Chanturia? Van Ginkel? Hij kiest dan toch voor Marco. Ja, wat ik er nog van weet is dat Michi volgens mij de bal had. Yasuda aan de rechterkant. En ja, hij gaf een voorzet. En hij was iets te ver achter mij eigenlijk aan de rechterkant. En ja, ik dacht dat ik hem gewoon achter het standbeen deed. En ja, hij ging erin. Dus het was een mooie goal, ja. Ja, ik denk dat Van Ginkel wel heel goed heeft opgelet van de afgelopen week. Toen ik ongeveer dezelfde goal maakte tegen Utrecht. Ja, ik heb hem wel gezien, ja. Ja, hij was volgens mij precies hetzelfde. Dus ik weet niet, maar hij was wel mooi. Ja. What about the penalty? Because you were disappointed that you could not take the penalty kick. When was before the game, the dressing room trainer said to, if it was penalty today the game, first option was me to, you know, first penalty I had to take. But Alex don't want in the dressing room, so and he don't understand this. Gio zou de eerste zijn, Janari de tweede. Maar dat is niet doorgekomen bij alles en iedereen, dus dat verwijt ik mezelf. En Alex dacht, vorige week was ik nummer 2 na Boni. Nou, Boni is er niet, dus ik ben nu nummer 1. Alex wanted to shoot and I give it for me, doesn't matter. I scored 2 goals, so I scored 1 goal. For me, I said before, it's important to we win, we take 3 points and that's all.